Ja, ik ben Joop van Stiphout. Ik ben de winkelmanager van Super Sociaal op de Engelseweg 127 in Helmond. Super Sociaal is een winkel waar iedereen met een gemeentelijke inkomstenverklaring naartoe kan komen. Dan krijgen ze een pasje en dan kunnen ze hier winkelen. En onze prijzen zijn ongeveer 25-30% lager dan de reguliere supermarktprijzen. Ja, kom maar. Dus iedereen met een gemeentelijke inkomstenverklaring is van harte welkom. Die runnen wij met, ik denk wel 17 of 18 vrijwilligers. En dat is ook heel hard nodig. Mm-hmm. Want wij zijn 3 dagen in de week open. Elke dinsdag, woensdag en donderdag. Ja. Vanaf 10 uur. Ja. En dan hebben we mensen nodig om vakken te vullen. We hebben mensen nodig op de administratie. We hebben chauffeurs nodig die producten gaan halen. Want het is af en toe denk ik wel, we komen er nog tekort. Ja, vooral ook de website en social media is erg actueel. En daar zijn we niet zo goed in. En daar willen we graag ook mooier doen. Want alles wat we doen, willen we graag erg goed doen. We hebben administratieve krachten, maar die hebben het heel erg druk. En het is altijd fijn om extra mensen achter de hand te hebben, daar waar het nodig is. Ja, mensen willen zoeken ook wel een bezigheid. En wat we hier proberen te bereiken, is een vriendelijke, open, transparante winkel waar iedereen van harte welkom is. Ja. En vrijwilligers zijn daar een onderdeel van. Ja. En vriendelijkheid en klantvriendelijkheid vinden we enorm belangrijk. Ik denk dat het gezellig is. Mensen krijgen een vrijwilligersvergoeding. Okay. Daar alleen moet je het niet voor doen. Nee. Je moet het ook vooral leuk vinden. En je moet ook willen bijdragen in het kader van armoedebeleid. Want deze winkel bestaat in het kader van armoedebeleid. Precies. En daar zijn we heel erg blij mee.